Yo, what up guys, daar zijn we weer. De Evil Within 2 op mijn channel samen met Delano. Dit is aflevering 15. Ja. Ja, en waar we zijn geëindigd is rampzalig. Een rampzalige area. Het is aflevering 16. 16, 15. Aflevering Care, 16. Zien het wel. Maakt ook echt geen kut uit. Welkom bij de nieuwe episode. Show voor die support door te liken. We zijn geëindigd in een area die lijkt op een duivelse horrorgame die ik laatst op Steam heb gezien. Dat is een game in alpha nog. Die stijl heeft het een beetje. Oude bunkers, verbrande lijken overal. Het is echt disgusting, maar we gaan gewoon zo snel mogelijk verder. We hebben al zo'n crankwheel hebben we opgepakt. In ieder geval zo'n stukje die we hierop kunnen zetten om deze deur te openen. En dan gaan we zo snel mogelijk de part vervolgen, de game vervolgen. Dus welkom terug allemaal. Let's go. Let's go, we gaan nu waarschijnlijk dan dus... Yup, aantappen. Er zal vast wel wat gaan gebeuren. Altijd zo. Ik heb het gevoel dat we een hele goede boss tegen, of een hele moeilijke boss gaan tegenkomen. Nee, ik denk dat het niet zo kortzichtig is. Ik denk dat het niet eens een boss nog gaat worden. Ik denk dat we eerst worden achterna gezegd, geïntroduceerd in waarom we hier überhaupt zijn. En waar we zijn. Game saved. Wie weet zit Lily hier wel vast nu. Want die game saved en we kunnen... Oh my god. Wat? We kunnen elke kamer in. Dat zegt al genoeg. Wow. Wat een kamer. Sowieso die sfeer hangt. Die is echt niet goed hier hoor. Moet je... Oh mijn god, die wc is zelfs kapot. Deze man. Lekker een kontje? Best wel, ja. Deze man weet wel zijn wc gewoon... Heel touw, ja. Heel dus die andere was gewoon heel wild. Hij moest even lekker poepen en hij werd helemaal gek. Gewoon die wc gedestroyed, letterlijk en figuurlijk. Ja. Eén van deze kamers zit iets verkeerds. Dit is die Mobius guy. Daar waar ik het signaal ook van ontving. Hij komt weer niet. Nee. Ik zie het al. Ze wouden je laten schrikken. Oh, ik wil me eigenlijk helemaal niet killen. Dat is, of ammo aan spenden. Oh! Met mijn combat knife! Ja, je had hem al goed gedamaged. Heerlijk! Je schoot hem ook één keer in zijn kop, hè. Dat doet heel veel damage. Ik dacht even dat we 10.000 weapon parts hadden, maar dat is... dat is wel heel veel. That's not true, mate. Als dat zo was, dan hadden we alle upgrades kunnen doen voor de guns. Oh, verkeerde knop, sorry. Oh, gewoon een skeletje. Geraamte ligt er nog. Die zit hard dood. Oh, vaak. Meestal als dit gaat gebeuren, dan gaat het helemaal fout. Hallo? Can anybody hear me? Please? Oh, wait. No. Still here. It wasn't all a dream. Hallo? Can anybody hear me? Please, I know you're out there. Oh shit, Al. Out of space van Union. Ja, ik snap niet wat er is gebeurd, man. Ik snap niet waarom wij hier nu ook zijn. Wat de hel is gebeurd? Nou, die dieptes tussen Union. Union was toch uit elkaar gescheurd? Dat waren toch eigenlijk eilanden in de lucht zweven? Wat nou als je in dat zwarte viel? Want wij zijn nu ook in het zwarte gevallen en we zijn niet geëindigd. Dat is een droom, toch? Het is een soort hel, lijkt wel. Oh. Oké. Dat betekent dat ik via dezelfde plek terug moet.
Wat dan dus kan... Oh, wat nou is zo'n hoofd of... We maken het allemaal enger voor onszelf. Daar is opeens kisten? Of was dat hier al? Dat was hier al. We waren hier nog niet geweest. Niet voor niets zoveel spullen. Oh, knijf te even mis. Al die spulletjes pakken we op. Lekker, lekker. Yo, je chopt echt als een wilde, man. Doe anders even zo eten, dan ben ik klaar met opnemen. Oké. Oh, dat shit. Was er net nog niet, toch? Volgens mij gaan we nu naar een andere... Dit is volgens mij is dit een andere cel, maar ik bedoel gewoon, dit is echt zo'n... Oh, zo'n, ik dacht dat het opeens verkeerd... Zo'n ritual place is dit, man. Moet je dat wel oppakken? Er zit ook een knife in zijn rug. Holy shit. Heel slim, want anders had je weer geschokt. Maar het is gewoon, like, je bent normaal, je wordt geïnfecteerd door dat, ja, en dan de, krijg je wormen, allemaal je kop. Ja. Like, what the in ieder geval ammo. Die, het is een soort, er is dus een beest, waar we nog niet vanaf weten, die die dingen produceert met wormen. Of ja. Iets. Ik weet het ook niet, ja. Iets, ja. Hoeveel van die cellers heb ik nu gehad, joh? Die hebben we gehad. Die hebben we gehad. Dan hebben we nu blijkbaar deze twee ook gehad, want deze deuren zijn op slot. Hier zal het lijk tegenaan. Hier is die andere kamer. Nou, oké. Okay. Gaan het zien. Heel donker hier. Fucking scary. What's going on? Uh-oh. Ik kan niet meer terug nu, hè? Oh, zo cliché, though, maar... Zo kut gevoel nu. Oh, man. Are we ready for this? We need to. Your failure to regain that depression, which led to despair. Oh, yeah, I'm bezig met dat aan te steken. Oh shit, what the fuck is that? Wow, ik schrok daarvan, hé? You are your own downfall. Jezus! Zo vet gemaakt! You refuse to see. It's all a fault. You are a failure. Your daughter is lost because of you. You couldn't save her. You hold the key to these your daughter. I can guide you to the lock. God, who are you? What do you want with me? Ik heb echt full kippenvel gewoon. You cannot change your past. You can only embrace it. Go toward it. Don't avoid it. Wie is dat? Huh? Is that... Lily? Wat ben ik überhaupt? Oh.
Je spaced hem gewoon, dude. Je tript. Het gebeurt helemaal niet. Deze kennen we nog niet. Dit is nieuw. Dit zijn een van de rare vuurgasten. Shotgun shells. Dank je, game. Wacht, kunnen ik even iets testen hoor. Even kort. Kunnen ze hier bijvoorbeeld tegen? Ze kunnen niet tegen water. Daar heb je niks van. Oh, dat was echt een metaal. Ja, inderdaad, dat was goed voor niet daar. Hij miste. What the fuck gebeurt er met ze? Ja, ja. Ik heb ze gewoon door rook en shit. Heb ik ze gewoon nu kunnen stoppen. Dit scheelde zoveel ammo. Dit was perfect. Anders had ik al mijn shotgun shells moeten opmaken aan deze bullshit. Maar ten eerste, ik snap dit hele complot niet. Je maakt nu allemaal shit weer mee. Ja? Dit is de baas van Stefano. Ja, over die hier sprak hij ook. Holy shit. Dat wist ik niet. This guy knew him. Hij was de overheerser van Stefano. En dat zei hij ook toen hij doodging. Hè? Ja, hij sprak over een ene hier dat hij deed uit opdracht. Zo apart. Zo apart. Deze game. Is zo weird. Oké, change bolt. Hier heb ik er echt veel van. Glitch. Hey, spiegel. Kun je eindelijk weer terug naar Sebastian's room? Ja, als die enigszins leuk is. I mean... Wat, daar hadden wij het de hele tijd over. Over die enge sfeer. En het is nu eindelijk gebeurd. Net ook al, maar... Daar brandt ook echt licht. Oh, die hele deur is weg ook. Het is heel eng. Het is heel anders. Net was het nog vredig. Ik zou nu niet eens meer in Sebastian's room willen zitten. Oh man, eentje gewoon. Ik vind smoke heel fijn. Die kan echt tegen zoveel dingen, helpt het? Smoke hielp nou zelfs net tegen die... Hoe heet die guys? Die vuurmonsters. Dat was explosive. Hè? Kijk. Dat maakt niet uit. Nee, ik deed toch geen explosives tegen die guys? Hij plofte toch toen hij er langs liep? Ja, maar volgens mij... Ik weet het niet. Smoke is dat ze zo doen. Ja, maar die ontploft wel. Een smoke grenade ontploft wel. Nevermind. En misschien omdat het in combinatie met dat vuur, dat het ontploft verkeerd, of zo. Verkeerd, ja. Ik weet het niet. Maakt het niet uit. Het zal wel. Ik heb nog helemaal niet van die high-grade dingen. Je krijgt ze heel weinig ook. Ja, dus wanneer zal dat gaan gebeuren? Ik denk pas in het midden een beetje. Ook niet, kost 200 alleen, zelfs. Alleen, ik dacht dat we Lily zouden redden. Maar blijkbaar was dat toch helemaal niet het geval. Het gaat nog heel lang duren dus. Dat was Lily ook niet. Dat zat in je hoofd. 400, laten we maar gewoon sparen dan. Oké, deze. Zegt Tatjana er wat van? We hebben 11.000. Wie weet is Tatjana nu heel anders. Nee. Not looking so good. Let me help you. This place I'm going through. It's hell. Literally. So much suffering and death. Yes, you need strength to traverse it. Strength and willpower. I don't know how much more this I can take. You've only just begun to test your limits. To plumb the depths of why you're really here. You only just why begun? Why am I here? I'm here to save Lily. Yes, but to succeed at that, there are other challenges you've yet to conquer. Dus, zij zegt letterlijk dat je dus dit doet om gewoon te testen. Maar dit is al eng genoeg. Wordt het dan nog veel enger? I don't know, man. Ik hoop het niet. Stelt, waren we hier nou ergens mee bezig? Ja, met die. Nou, move faster while crouched. Dat is altijd nice, toch? Daar waren we voor aan het sparen.
Ik heb wel nog twee lockerkeys, maar dat is niet iets wat ik nu wil gaan doen. Oké, laten we teruggaan. Dus ik kijk alleen nog even hier. Zo van, like, what the hell is going on? Wat zegt? Zag je die afbeelding? Ja, man. Holy shit. Overpowered was dat beest, want het gooide je helemaal ver weg, jongen. Heel vet vormgeven. Meestal zit dat in films. Altijd die zieke stukjes dat je helemaal naar binnen wordt getrokken en zo. Maar nou is het werkelijk in een game ook. Heel vet gedaan. Nou, dit vind ik ook niet leuk. Een kerk. Het is, lijkt op een beetje op een kerk. Bijna zonder stoelen. Dit ziet eruit als... een area. Met puzzel. Het is of een puzzel... of een boss area. Ik zie wel echt gangen waar bloed doorheen moet gaan stromen. Hoe kan je dat nu al weten? Ja, dat ziet er gewoon typisch uit, zie je? Dat zijn van die gangen die precies door die deur lopen. Ja, naar die deur lopen. Bloed, kijk, dan, daar ligt bloed in volgens mij. Je hebt echt precies... Je hebt hem gelijk ook. Ja, ik heb het script geschreven, jongens. Hij is de maker van The Evil Within 2. Of toch niet? Ik ren eerst nog even rond, kijken. Nope, daar is niks te vinden. Alright, laten we kijken. Let's go. Dat ziet er goed uit. Dat ziet er heel goed uit. Nou moet je die andere draaien. Ja, ik zie het al denk ik. Oh! Dat maakt het even wat lastiger. Nee, dat is niet goed. Oké, dat is goed. Nog eentje, dan is het goed. Je moet ze ik denk dat die helemaal omgedraaid moet worden. Welke? Die middelste. Dat die dan goed staat. Ja, denk je dat nu al? Ik denk het niet, man. Ik kan het wel even zien. Het is een klein puzzeltje die we opeens moeten oplossen. Waarom draai je die nou terug? Hij draait de verkeerde kant op. Okay. Wait a minute. Want dit is de enige die solo draait. Ja. Nee. Ja, dit is nu wel goed. Dus die ligt goed. Die ligt echt goed. Ja, prima. Die ook. Alleen die laatste. Ik heb deze nog nooit gedraaid. Waarom is dat die only? Nee, dat is niet de bedoeling. Ja, dat snap ik wel precies wat ik moet doen, hoor. Let maar op. Dan moeten we gewoon nu op die linker focussen. Die moet precies aan die kanaaltjes geleid zijn. Zo dus. Ja. Nu is hij precies aan die kanaaltjes geleid. Oh, en die solo moet recht. En nou moeten we die solo doen. Okay. A riding solo. Nee, ik zie nu pas dat het gewoon het uiteinde heeft 3 punten. Oh, dus we moeten weer omdraaien, jongens. Dus ik ga toch niet gelijk. Oh, we hebben toch... Wow. Oh, lekker. Oké. Okay. I just fixed it. Veel te snel ook. Het is zo vies, jongen. Gewoon bloed, hè. Het is echt dat bloed gewoon een soort van koperachtig is. Ja, man. Als je dat gaat opdrinken, dan... Ugh. Er gaat iets heel engs gebeuren, denk ik. Wat een zieke gedachte. Dat door bloed een deur open moet gaan. Dit hele gebied is veel te groot neergezet. Om het simpel te houden. Om gewoon alleen een puzzel op te lossen en dan door een deur te mogen. Ik heb het idee dat het moeilijker gaat worden dan dit simpele gedoe. Ik word vies, man. Zoveel bloed. Hoeveel mensen hebben ze gekild om zoveel bloed te krijgen? Het hele bad ligt vol, joh. Moet je kijken, joh. Ugh. Hoeveel mensen moet je dan killen? Werkelijk. Kijk ook wat hier staat, hè.
dat is sowieso meer dan dit. Shotgun erbij. Lampje aan. What the fuck? Dit is echt duivelachtig gewoon. Sebastian Castellanos, you've finally come. I've been waiting for you. Who the hell are you? My followers call me Father Theodore. I hope that you will call me that too, Fred. Another lunatic with a god complex, huh? I already killed one of you today. Of course you did. That is how you deal with every challenge in your life. Through brute force and intimidation. And look where it has led you. Into a hell of your own making. Lower your weapon. Use your mind instead of your fists for once. We have the same goal, Sebastian. We can help each other. Join me. You will be reunited with your daughter. And I will have the power of the core. I already know who has Lily. Yes. And Myra won't give her up so easily. What? Where are they? I wish that I could tell you, but you are not ready. You must be folded into my flock before I can share that knowledge. I said tell me where she is! Accept my invitation. I can lead you away from your own darkness. I can lead you to Lily. Sorry, I'm not a follower. So be it. You have so much pain, the events of the past haunt your every moment. I showed you the path here. You must learn that I am here to help. Return to me willingly. Then we can assume our natural roles. Not as adversaries, but as allies. Farewell for now, Sebastian. Finally woke up. About time. I could use a little help here. You know how to use a gun, right? This game is so fat, Lana. Keep shooting until they're dead or we run out of ammo. Chapter 10. Damn, we gaan snel, hè? Wat is deze stijl opeens? Welkom bij Call of Duty World as well. Not so bad yourself. Zie je, lijken echt op zombies. Hey, give me a hand over here, would ya? Oh, Becky, joh, was toch bezig? Echt, hè? Ja. Looks like you've done this before. Too many times to count. Welke stijl zijn we heen, joh? Grab some supplies while you can. I can hear more coming. Alright, but I'm getting some answers when this is all over. Oké, okay, vooral held, ammo, 34, kijk, nou heb ik wel echt veel. Nou ben je opeens weer op een hele andere plek. Niemand snapt dit ook. Wat doet zij? Ze
Ze doet ook helemaal niks ook, hè? Maar echt? Ze staat gewoon stil. Gewoon blijven beuken. Check the back. I can hear more on the way. Hallo. Eigenlijk zou dit niet. Eigenlijk zou dat hout gewoon helemaal moeten verbranden nu. Chill. Shit! Oh, wat is dit? Oeh. De hele keel gewoon kapot geschoten. Bam! Lijkt nu echt een beetje op Call of Duty World at War. Zegt zij nou aim for the head, takes less ammo? Hallo! Je staat er een beetje vol, kutwijf. Ze maakt dit echt heel erg moeilijk. 15 heb ik kapot gestampt. Nou is het niet zo ziek groot. Nee, het is weer anders. Het is echt heel raar, hè? Hadden we dan vanmiddag verkeerde settings? Nee, toch? Oh shit. Watch out! Nee, het is gewoon een mooie. Het was gewoon. Het komt omdat je denk ik opnieuw in. Hallo! Het komt denk ik omdat je hem opnieuw op ingeladen. Oké dan. Dat hoofd. We kunnen daar nu ook heen. Wie is deze random mysterious woman die gewoon niet wordt geïntroduceerd? Ik vind deze stijl soort oerwoudachtig met mist wel heel tof. Maar nu weer een compleet andere stijl. Ja, het is zo gek. Het is echt mindfucked gewoon. Nou, ik denk dat, waar we net waren, is echt letterlijk de hel. Daar werd mij eigenlijk iets verteld, een soort visioen. Er werd mij iets thanks uitgelegd in een soort hel. Ja. I'm Esmeralda Torres. I'm Sebastian. I know. You do. It looks like we got him for now. We should make a move before more show up. How did I wind up here? And who are you? No time for 20 questions. My safe house isn't too far. We can talk on the way back. Waar ben je nu, Tommy? Come on. Take whatever you need inside. I'll be out here. Okay, follow Torres to her safe house. Heet ze Torres? Leuke meisjesnaam, Torres. Eens even kijken. Als ik die erbij pak. We zijn in chapter 10. Union Nature. Nature Preserve. Oh, dit wordt lineair. Even kijken, hoeveel zitten we nu? Ja, we gaan dit lineaire stuk afmaken en daarna eindigen we de part. Maar ik hou echt van deze stijl. Ik dik deze stijl. Ik vind het zo fantastisch in games. Nou is het helemaal The Last of Us feel. Kijk even. Try to stay quiet. Het lijkt heel erg op The Last of Us feel. You can at least tell me how you know my name. Kidman told me to keep an eye out for you. Kidman? She said she would try to get your help. Fuck off if met Kidman, man. Wat is er aan de hand met deze are, game? So... Wait, I'm lost. What plan? What? Getting Lily out what of here. Fuck, dude. Je wordt echt onder taking Mobius down for good. Onder paar uur switcht de gedachte opeens. En ben je opeens een heel ander gebied. Ik ben nu opeens op Union, maar dan op een nature stuk, zeg maar. Union is Nature toch, Preserve. Dus Union is toch veel groter dan we dachten. Ja, Union is echt een soort Amerika nagebootst natuurgebied. Zoals je ziet. Het feit dat ik hier kan rennen. Geeft me een beetje het gevoel dat ik hier wellicht toch wel wat kan vinden. Ja, plantjes. Maar ik doe het wel meer voor meer dan plantjes. Ik had eigenlijk wel een standbeeldje verwacht. Met een sleuteltje erin. Maar ja, dan niet, hè. Dan gaan we gewoon weer lekker verder. We gaan haar volgen. Het is een oud huisje in het bos met een auto voor de deur. Het is echt een concept voor een horrorfilm eigenlijk. Ik vind het in ieder geval een hele fantastische stijl in een mistig bos. Ik vind het echt heel sick. En eigenlijk was het dus net wat we zagen, dat soort hell-sectie was. Het was niet echt. Ja, en Union is ook niet echt. Ik bedoel. Introduceren. Let me guess. Iemand die me wat uitlegde in een soort hell-concept. Maar je moest met hem meegaan, maar je deed het niet. There might be another way, come on. Oké, waar gaan we heen? Wait, hold on.
Your plan. Kidman didn't say anything about that. Yeah, well, I'm sure she wasn't able to debrief you on that in front of everybody. Over here! In front of everybody. Met andere woorden, Kidman heeft een plan die niet heel Mobius mag horen, want ze staat constant onder toezicht daar. One of us has got a lift while the other one crawls through. Toch vertrouw ik Kidman echt niet. Got it. I'll just... Whoa, ik vertrouw Kidman gewoon niet. Get your ass through. Nee, want ze heb je in heel deel 1 ook in de zeik genomen, dus Okay, I've got it. Thanks. Oh, like a chickie, hoor. You need a break after that, old man? Come on. I'm not that old. Niet zo bij de hand te bekken, Torres. So you're telling me Kidman had a plan to take out Mobius all this time? Actually, it was your wife's plan. Wait, Myra? So that's why she's here. She's part of Mobius. This is ridiculous. Nah, gonna have to die. Fucking Sebastian. Don't blow your back out. Arm this isn't month. The time, oh, fuck, us. Dude. You know, you should be proud of your wife. She's compelling. She recruited me for this plan. I don't understand. Why would she join them? She found out they had Lily, and knew the only way to take them down was from the inside. Oh. So she joined up and waited for the right moment. All these begrijpelijk. Years. That's where she was. Ze leeft nog wel. Damn it. This is a lot to take in. I'm sure it is, but let's not lose focus. Oké, wat ik nu begrijp is dus uit dit hele ding is dat. Nou, we've got to get over this. Can you help me? Yeah, of course. Ready? Zelfs dit is à la Uncharted The Last of Us, joh. Yeah, I'm fine. What the hell? Er zitten zoveel games in één. Maar echt op een positieve zin, hoor. Dat ze deze kant op gingen met Evil Within had ik niet verwacht, hey, maar het werkt heel goed. You just gonna forget about me? What? You thought I'd leave you hanging like that? Zo sterk zie ik je, hoor. You're a part of the plan now. Waar zijn we? Want het is Union. We zitten nog steeds in de fucking machine van Mobius. Right. Maar het is hier best stil. Nog geen enemy gezien. Just four of us. Me, Kidman, Myra en Theodore. Theodore? Father Theodore? Father Theodore? I just call him Theodore Wallace. You know him? We've met. But he doesn't want to save Lily. He wants her for himself. Tried to talk me into hunting down Myra, too. He's the one who screwed everything up. How is this whole thing supposed to go? Once Myra and Theodore got Lily, Theodore and I were gonna get her out while Myra stayed behind to take care of Mobius. Kidman stayed outside and make sure we got out of STEM safely. Shit, it was supposed to be easy. Nothing's ever easy. Okay, dus wat ik net al zeg is, ik begrijp dus dat Maya dus nu van Mobius is. Dus... Maar net zag je Maya ook, maar dat was gewoon in zijn hoofd. Myra. Het is gewoon een nachtmerrie. Myra, ja. Dat is zijn vrouw. Ja. Dus zij is dus ook op het plan om Lily te redden. Maar omdat hij niet wil luisteren, is zij naar Mobius gegaan. Exact. Okay. Shit. En daarom zit ze nu ook in die machine, alleen is ze een beetje heel eng vormgegeven in deze wereld. Quick, follow me. Ik krijg een beetje... Last of Us. Ja, en onder andere, maar... Uncharted. Ook, maar er is laatst een game aangekondigd op de E3. Oh, ik weet het al, die game dat je al met die zombies. Ja. Die stijl. Lijkt het helemaal op gewoon. Hoeveel games heeft deze game in één gegooid? For your safe house. I wouldn't put my safe house in the open like that. It's hidden, but we've got to get past those things to get there. You see that red banner behind that building? Yeah. The hatch to my safe house is under it. Okay, I'll take the lead. Stay low and keep behind me. Right, but listen, I've seen these things before.
don't get near them while they're on fire. Holy shit. Er komt er hier wel een recht op af. Ik weet niet of we die kunnen knife ook. Volgens mij wel. Ik heb het idee dat op het moment dat hij in de fik vliegt, dat hij dan dus niet kwetsbaar is voor Malay. Maar op dit moment dus wel. Kijk, nu dus niet. Wat een vette beest, hè? En nu dus wel. En ik had het goed. Awesome. Je moet ook een beetje slim zijn om dit spel te kunnen spelen. Ik heb zoveel games gespeeld dat als het gewoon af en toe dan denk je, oh, nou misschien herken ik dat concept dus wel. En dan klopt het ook nog. Hij zegt net zat ze te zeiken op mensen, hij was al buiten adem van dat kleine stukje. Dus wat is dat nou weer voor ons? Het zijn er aardig wat, man. Zullen we afspreken dat we de part eindigen als we dat ding hebben verslagen wie net is geïntroduceerd? Ja. Het liet ook spontaan dat ding los. Oh, wat kut. Het was net verkeerd getimed. Nee, zij gaat meteen schieten, hè, die chick. Ja, nou, zij verneukt het voor je. Ja, zij verneukt het. Dus we gaan dit doen. Zie, je had net echt explosief, man. Nou, dan gaan we die toch gebruiken? Die waren echt overpowered bij die. Want ze ontploffen dan. Helemaal, want het is even vuur gemaakt. Torres, wat doe je, man? Die chick is zo dom. Kan jij wel zeggen, maar je bent vet slecht. Oh! Wat doet zij? Ja, dom doen. Ze blijft gewoon stilstaan, hè? Ze denkt, wat moet ik nou doen? Oh, dat had je goed ontweken. Ja, dat was echt best wel goed. Wat doet hij nou? Hij deed een soort als ridder. Gekke... Ridder. Hij deed beast modus activate. Ik ga even die... Als een vette ridder. Hoe heet het gebruiken? Boom. Recht op het ruggetje. Ja, hij is dood. Oh, dat was best wel een grote vlucht wie die man deed. Dat is een mooi schot was het. Oké, hier sap. Wat ook wel goed is van deze game is dat het niet alleen maar eng is. Nee, het is die mooie afwisseling, hè? Ja, het is niet dat het alleen maar is, want dan word je helemaal gek hier. Dat zou je gek worden, ja. Maar in dit gaat het ook wel heel eng worden. Oké, waar is die rare... enemy type. Waar je best wel veel gel voor krijgt, denk ik. Dat gok ik ook wel, ja. Hij brandde echt net op tijd uit. Het is wel goed dat hij bestaat, die combat. Ik krijg 600 gel, hè? Echt? Ja. Is zo goed? 600 gel voor elke enemy, ja. Het is ook best wel sterk, hoor, die enemy. Torres is al half dood aangehaald. Die Red Banner, hè? Waarom sprak hij daarover? Die moeten we pakken, volgens mij. Dit is het allemaal in de fik. We kunnen hier helemaal niks mee. Kijk hoe goed je moet rondkijken om dingen vrij te spelen, man. Je hebt gewoon te veel games gespeeld waardoor je al die dingen weet. Oké, wat is dit? Zouden we hier de part kunnen eindigen? Want het ziet eruit dat die andere enemy niet komt. Wat? Toch, gist dit niks. Ik had daar niet naartoe gewild. Ik denk wel dat we daarin moeten, man. Uiteindelijk.
Daar bij de Red Banner, daar moesten we heen. Dan waarom is hier niks? Geen idee. Gelukkig komt Torres held erbij. Ja, echt hoor. Zij staat ook echt hier stil, ze van, yo man. Je had gelijk. We moeten hierheen. Well, that's one way to do it. I was maybe expecting a little bit more stealth. Zegt zij dat? Wat is dit voor ongestelde hoer? Zij was degene die gewoon begon te schieten. Zij begon gewoon, ja, random. Ja, zij begon gewoon te knallen als een imbecieltje. Kijk, ze loopt toch zo makkelijk. Oh, ja, dat is niks, man. Ja, dat is toch niks hier. Het is Union, hè. Ik kom hier dagelijks. Mijn huis. We moeten hem hier wel gaan eindigen, man. But a safe house runs a close second. Listen, anders wordt hij te lang. Don't freak out at the amount of explosives I got in here. Oh, hier is het al, volgens mij. They're as safe as cookie dough. At least until I arm them. Nee, maar dat kan wel nog. Dat kan je allemaal mooi bewerken. Hallo. Lekker pik. Lekker pik. Oké dan. Nee, ja, mag ik naar binnen? Oké. Okay. Filmpie en ending. Nu doet ze de kleren uit. So what are we gonna do about heerlijke scène zou dat zijn. I don't know. He's insane. His hideout looks like an Inquisitor's dream home. I should be relieved that Myra has Lily instead of him, but... What? Myra has Lily? Yeah. But I'm not sure that's good news. She's... changed. This place seems to have affected her. She's hiding, trying to protect Lily from Theodore. And he'll tear this place apart to find them. If I can stop him... Maybe Myra will come to her senses and we can get Lily out of here. So the plan is to take out Theodore? Yeah. But I have to find him first. How are you gonna do that? O'Neill helped me before. I'll call him. But I better give Kibben an update first. Right. But be careful what you say over that thing. She's probably in the control room with that lizard hovering over her. Sebastian? Where have you been? Did you find Stefano? I did more than that. I eliminated him. Good. And Lily? She slipped through my fingers again. I'm sorry to hear that. Any leads? The good news is that I've been in contact with Agent Torres. Her intel has been invaluable. That is good news. So what's the bad news? The bad news is there's someone more powerful than Stefano who wants to take this place over. And he needs Lily to do that. Torres told me you know him too. He's a real smooth talker. Damn. I think I know who you're talking about. I'll send some stuff to your room. That might help. Keep me posted. You know I'm here for you. I know. I trust you, Kidman. Okay. Time to get down to business. O'Neill, it's Sebastian. Come in. Huh. Something's wrong. Nee, yeah. I gotta try and find him. Nice dose. You should stay here and get your explosives and weapons ready. I'll need your help once I locate Theodore. Is there a way into the Merrill from here? Yeah, there's a Mobius computer in that room. It'll take you to exit 72. Oh, great. Shit, I'll call you dude. When I'm ready. Dan gaan we in de volgende hang tough, Torres. Die computer kan je ook gebruiken om naar het bunkerstelsel te gaan, om terug te gaan naar O'Neill, om terug te gaan naar het eerste open wereldgedeelte. Oh, die geest aantroffen. Chapter 11. We zijn geëindigd bij chapter 11, jongens. Fantastisch. Fantastische gameplay. Dus we hebben fucking veel te doen. En daarnaast wil ik ook nog dat fotootje wat we missen. Wie je die projector moet stoppen in Sebastian's room. Terughalen. Die moeten we halen in open wereld gedeelte 1. Oh, de freezebolts. Awesome. Die zaten ook in deel 1. Die miste ik inderdaad nog. Holy shit, dude. We hebben nu gewoon... Torres Jr. We hebben nu gewoon... Zijn doen we bij chapter 12? Ja, als we gaan spelen zijn we chapter... Ik had ook constant saves van alles, maar nu is het van 9 naar 11 zo goed erin. Ja, chapter dope. 11 zijn we zelfs. Ja. Chapter 11. Dope as fuck, man. We gaan de par eindigen. Ik hoop dat jullie het cool vonden. We eindigen met een bakkie pleur. Veel te doen dus. O'Neill in de problemen. De game vervolgt in chapter 11, 12 natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk het ding. Een hoofdverhaallijn speelt verder. Maar O'Neill is dus in de problemen. En ik wil het fotootje vinden in open wereld gedeelte 1 nog. En cafeïne addict. Wat leuk, ik krijg allemaal toffe prestaties. Thanks voor de support in ieder geval. Tot de volgende episode. De game is fantastisch tot nu toe. Vind je ook niet? Ja, ik vind het echt een geweldig. Echt vet, hè, om samen te doen. Heel eng, maar ook geweldig. Heel erg tof verhaal. Ik kan me echt inleven in deze game. Ik vind het beter dan Evil Within 1. Ja, hoe dan ook. Veel beter. Gegarandeerd. Veel ja. beter. Gegarandeerd. Is goed.
Tot de volgende, guys. Let's go. Peace. Wanted.